ben Lucas en ik ga pannenkoeken bakken. Ik laat jullie zien hoe dat moet. Je begint met een beslagkom. Hartstikke simpel, heeft iedereen wel in huis. Je hebt hier bloem, kapoeien en ring. Je doet ook het ei erin. Ik pak de mixer erbij. Met deze dingen. Ik heb deze gepakt en deze. Want daar wil ik jullie wat over uitleggen. Deze deegraken moet je bij dit recept niet gebruiken. Deze wel. De deegraken ga je gebruiken als je bijvoorbeeld brooddeeg of zo moet maken. Deeg wat niet zo nat is, wat echt heel een beetje hard is. Daarvoor gebruik je deze. Niet deze, maar deze wel voor dit recept. Dan doe ze erin. Moet je eventjes een beetje eraan trekken, zodat je zeker weet dat ze goed vastzitten. En niet dan ben je aan het roeren en dan gaan ze eruit. Dat moet je niet hebben. Daar word je niet blij van. Je moet de melk nu alvast eventjes pakken. Je zet de mixer aan. Je gaat mixen. Dan doe je voorzichtig de melk erbij. Je moet het goed mixen totdat je een mooi heel nat ding hebt. Dat er geen klonten in zitten, niet... Het moet niet op deeg lijken, het moet echt beslag zijn, het moet echt nat zijn. Nu ga ik een aantal dingen gebruiken. Ik ga deze gebruiken, dit noem je een theelepel. Die ga ik gebruiken voor de olie. Ik ga een grote soeplepel gebruiken voor het beslag. En ik ga een spatel gebruiken om de pannenkoeken om te draaien. En misschien het belangrijkste nog wel, de pan. Anders dan wordt het misschien wel heel lastig. Ik heb hem nu op de kookplaat gezet. Hij is nu warm aan het worden. Ik pak het beslag er alvast eventjes bij. Ik vind dit trouwens zelf wel het leukste, want je maakt nu gewoon, je ziet nou echt dat het pannenkoeken worden. Ik doe alvast de olie er eventjes in. Oké, eventjes de olie een klein beetje verspreiden. Veel mensen gaan nu de fout in als je pannenkoeken bakt. De meeste eerste pannenkoeken mislukken namelijk altijd. Dat komt omdat mensen het beslag altijd te vroeg erin doen. Dus de olie nog niet helemaal heet, de pan nog niet. En daar gaat het meestal fout. Dus ik ga nu even wachten. Hoe weet je nou eigenlijk dat het goed heet is? Dat zie je doordat het gaat bewegen. Klinkt heel gek, ik krijg geen pootje of zo. Maar het gaat een beetje verspreiden, zeg maar. Misschien viel het jou wel op dat ik hier een bord heb liggen met een keukenpapiertje. Stel even, mijn pannenkoek is klaar. Dan leg ik mijn klare pannenkoek hierop. Dit keukenpapiertje is voor als de pannenkoek een beetje vet is, dan gaat het vet een beetje weg daarin. Oké. De olie begint te bewegen. Dus die is mooi warm. Ik pak nu het beslag. En ik ga het er nu in doen. We beginnen met een naturel pannenkoek. Ik pak mijn beslag. Je moet goed een beetje dat je het zeg maar zo doet. Anders gaat het helemaal druppelen in je tafel of aanrecht vies. Dat moet je niet hebben. Ga ik het een beetje zo verspreiden. Zo. En nou moet je eventjes wachten. Ik moet hem er nu omdraaien, want hij is, zoals je ziet, is hij aan de bovenkant wordt hij al een beetje. Dus zie je het beslag niet zo helemaal goed. Wordt het echt een pannenkoek. De achterkant is nu perfect. Dat is wel mooi. Ik ga eventjes kijken of hij al klaar is aan de andere kant.
Ja, ik zie hij is perfect. Ik pak hem eruit. En zo. Perfecte pannenkoek is dit. Ik ben net klaar met mijn naturel pannenkoek. Ik ga nu een spekpannenkoek maken. Ik heb lekker wat spekjes daarvoor gepakt. Je moet de spekjes er als eerste in leggen. Dat moet je echt als eerste doen, anders gaat het mis. Zo. Verspreid het meestal een beetje, dan wordt hij iets mooier. Dan moet je nog heel eventjes wachten, niet te lang. En dan moet je beslag erbij doen. Zo. Moet je even een beetje gaan verspreiden weer. En dan moet je wachten. Het wordt weer een beetje hard aan de bovenkant. Dus het is weer omdraaitijd. Oei. En heb je nou nog wat spekjes over? Ik bak ze altijd gewoon lekker. Dan kan je die nog even bij je pannenkoek doen of je eet ze los op. Vind ik altijd zelf hartstikke lekker. Ja, hij is perfect. Oh, hij is een beetje gebroken. Nou ja, dat maakt niet uit. Het gaat om de smaak. Zo. Je hoeft nou iets minder lang te wachten. Want de pan is natuurlijk al heet, omdat je al een paar hebt gebakken. Ik ga nu de kaaspannenkoek maken. Ik vind dat zelf altijd de lekkerste pannenkoeken. Ik doe er altijd lekker veel kaas op. Bij de spekjes moet je altijd eerst de kaas doen. Daarna beslag. Maar bij de kaaspannenkoeken juist niet. Daar doe je eerst het beslag. Zo. En dan doe je de kaas erop. Zo, nog een beetje beslag erop. En dan nog eventjes wat pannenkoekdeeg erop doen. Even een beetje verspreiden. Vind ik altijd zelf wat mooier eruit zien. En het is ook dan, ja, het ziet er gewoon mooi uit. Draai hem nou om. Hij heeft er een tijdje in gelegen. Draai hem om nou. Oei. Kijk, het ziet er nou uit als een normale pannenkoek. Dat is wel altijd heel grappig. We hebben pannenkoek klaar. Ik ga hem eruit halen. Oh, valt een stukje uit. Ja. Oh. Ik heb nou mijn pannenkoeken klaar. Ik ga meteen eentje eten. Ik vind zelfgemaakte toch altijd wel het lekkerst. Ja. Dat is lekker. Vond je dit nou een leuke video? Doe een duimpje omhoog en ik ga meer video's voor je maken. Tot de volgende keer. Doei!